Ik ben echt een mogol. Ik wou net een video opnemen. Ik ben helemaal aan het uitleggen en zo. En toen heb ik gewoon op het verkeerde fucking knopje geklikt. Nou, dankjewel OBS Studio. Ik hou van je. Ik zal het vaker gebruiken. Nee, oké. Ja, ik ga daar ook wel naar beneden. Ik begin gewoon vanaf hier. Dit is boven in de base. Hier is mijn logo. En ja, ik begin er vanaf hier. Dat doe ik dadelijk. Hier zit de shop. Dit is heel raar voor jullie, maar. Ja, sorry, ik heb geen zin om weer naar beneden te gaan. Dat doe ik dadelijk wel. Hier zit een shop in de base, want ja, dat vind ik leuk. Ja, dat hebben we iedere keer gedaan. Waarom hebben we dat gedaan? Weet ik ook niet. Hier zit gewoon een kamer. Boeit ook niet. Hier weer kamers. Ik ga er gewoon afstand heen. Dat soort zo'n kut video. Daar heb ik niet meer geen zin in. Hier weer geen kamers, maar hier kun je kijken. Het ziet er ook cool uit. En hier kun je helemaal naar boven kijken. Dat is ook cool. Dat heb ik trouwens allemaal gebouwd met een heel klein beetje hulp van Tijmen, maar echt heel weinig. Oh mijn god, waarom krijg ik dit allemaal kutmeldingen? Hier weer allemaal kamers. Ik ga niet in, want ja, ik ga wel even in. Hier zit er ook. Hier, kijk, het is gewoon een simpele kamer. Niet speciaal. Oké. Hier heb ik weer kamers. Fuck dit, ik ga niet helemaal omhoog. Of ja, weet je wat ik doe? Ik loop gewoon helemaal omhoog en dan ga ik dan het uitzicht laten zien en dan ga ik naar beneden. Dit kan best wel verwarrend zijn als je snel door het gebouw heen loopt. Dan is het heel verwarrend hoe dit ingedeeld is. Ja, tot hier gaat het. Dus hier kun je een beetje het uitzicht zien. Nee, laat maar, je kan het uitzicht niet zien. Ik kan wel even hier het uitzicht bekijken. Hier, kijk, is mooi. En ik brul gewoon zo en vallen we gewoon. Lekker man. Lekker. Ja, voor degene die het niet weet, die periscopus.pw. Niet in beeld zetten, weet je. Ik zal het even in beeld zetten, want ik edit niet, want ik ben te lui. Ik kan het wel hoor, maar. Ja, dat is die P. Daar. Als je wilt joinen, het mag. Ze hebben HCF en Kidmap. Kidmap is waar ik nu op zit. Maar dat is nu een beetje dood omdat de wereld al lang bezig is. Maar binnenkort komt hier End of the World en dan wordt het weer druk. Dus ja, hier is mijn logo. Vond ik leuk. Hier allemaal kamers. Oh mijn god. Hier een trap. Geen zin om te lopen. Hier een testruimte. Daar kan ik dingen bouwen als ik dat had gewild. Dat heb ik niet gedaan. Maar dat bouw ik gewoon voor het idee. Want ik verveel me en ik heb geen leven. Ik hou van bouwen. Hier is mijn kamer met allemaal spullen erin. Allemaal goede spulletjes. Want ja, ik ben pro. Nee, ik ben echt heel slecht in kidnap, maar ik vind het wel leuk. Ja. Ik vind vooral op Kopus het leuk dat als je bijvoorbeeld Kitbuilder hebt, dan kun je zelf de items samenstellen. En dat is wel chill. Dat heeft, nee, eigenlijk, ik heb nog geen andere server gezien die dat had, dus dat is fijn. Hier is trouwens ook glas, dat ziet ook heel cool uit. Rip. Iemand heeft hier met smerige kuthanden tegenaan zitten bouwen van honden. Heeft geen zin, jongens. Ik kan mijn beest niet binnenkomen. Ik speel het al lang. Hier zit ook allemaal kamers. Ja. Dat heb je hopelijk ook wel gezien. Ja, hier boeit ik ook niet. F-home zit daar. En ja, hier kun je naar de ingang. Hier spannen mensen. Hier is een trap. Of ja, eigenlijk gewoon. Maar ik ga niet uitleggen hoe het werkt. Anders dan gaan mensen er niet meer intrappen. Dat wil ik niet. Dus als je het wil weten, kijk de streams maar. Ja. Ik ga even de buitenkant laten zien. Wow. Zo ziet de beest eruit. Dat is best mooi. Ja, je kan ook als je helemaal boven staat. Want ik heb je altijd een carpet gedaan. Zodat je gewoon stand boven kan. En dan kun je gewoon zo op die tower purlen. Dat is wel handig. En dan ben je meteen daar. Maar oké. Ik ga even naar beneden. Bam. En bam. Nou, oké. Okay. Dit was de video. Als je het leuk vond, mag je liken. Je mag abonneren. Als je het niet leuk vond, dan dislike je en dan abonneer je niet. Maar ik zou het leuk vinden als je liked. Maar ja. Het is je eigen keuze. Het boeit me niet. Het zal mij een worst wezen. Tja. Ik ben niet zo van iemand die zegt van, nee, wij doen zoveel likes, gaan we dit doen. Nee, ik zeg gewoon als je het leuk vindt, like je. Als je het leuk vindt en je wil niet liken, dan het is, doe maar wat je zelf wil. Je mag gewoon abonneren als je dat wil. Maar dat is raar om te zeggen. Oh, ik ben zo dom. Nou, oké. Tot de volgende video. Doei doei!